Ik ben geboren 2455 Paramaribo, in de vrijheid van het ritme van Kasingo. In 62 kreeg mijn moeder lucht van het moederland en op mijn 7e verliet ik dus mijn vaderland. De verwarring was groot, want meneer Jan bleek een gewone man, stond nergens bovenaan. Dat was een Fries, een Drent, een Hollander, een Krent, een Hagenees, een Jordanees, Pantomien, ome Kees. Enfin, ik groeide als kool, ik ging naar de derde Eltetoschool. Ik groeide op met Rob de Nijs en Wim Sonnevelds ome Thijs. En op een slof en een oude voetbalschoen werd Ajax kampioen. Geen woorden, maar daden, hand in hand, kameraden. En zij en zij stonden wij bommetjes te gooien op Beatrix trouwpartij. Na Opart kwam Popart. Flower Power, Dave Berry, The Cola Shower maakte Hilversum helemaal gek met het liedje Strange Effect. Maar ondanks dikke winterjassen hadden we moeite ons aan te passen aan de winterse kou en het Hollandse rood-wit-blauw. In 67 gingen we dus terug naar Suriname, maar mijn moeder met name bleek ook dat te zijn ontgroeid. Westerse luxe lijkt niet echt ongemoeid. Zelf had ik daar niet zoveel problemen mee. Er waren genoeg alternatieven op Nederland 1 en 2. Maar je begrijpt uit het verhaal, de reis ging terug naar het land van Maas en Waal. Op 14 augustus 1970, om precies te zijn, kwam ik terug in het land van Calvijn. En na 2 jaar Surinaams lyceum kon ik hier naar het Atheneum. Maar als rechtgeaarde 70er jaren puber vond ik het idee luguber om me helemaal aan die school te geven. Ik voelde me meer getrokken tot het ruige leven. Het leven op de Zeedijk kwam vrij snel binnen mijn bereik. Want boodschappen voor hoeren halen was een baantje dat goed kon betalen. En eigenlijk ging alles naar behagen totdat ik vreselijk in elkaar werd geslagen door de politie van het bureau Warmoestraat. Een tijdje heb ik ze echt gehaat voor deze fascistische daad. Waarom? Ik had geen kaartje voor de bus. Een klote smoes dus. In 1975, tijdens het Surinaams onafhankelijkheidsfeest, ben ik 4 maanden terug naar huis geweest. In 1976 kreeg ik militaire kleren aan mijn lijf, maar ik werd afgekeurd. Stabiliteitsfactor 5. Daarna werd ik muzikant. Ik reisde van land tot land, heel Europa doorgelopen, van Parijs tot Berlijn, van Ibiza tot Turijn. En om algemeen bij te blijven, ben ik veel gaan lezen en gaan schrijven. Zo ben ik in de mediawereld terechtgekomen, zwevend tussen realiteit en dromen in een land waar men het verschil nog moet leren tussen tolereren en accepteren. Ik hou van seks, van drugs en rock'n'roll. Ik swing with a whole lot of soul. En ik praat en ik denk over het leven en over het nut van kerk en huisgezin met mensen die daar geen barst om geven. Ik heb een goed verstand en een heldere kop, maar door mijn kleur, kleding, haardracht of opvattingen neemt men mij niet op in de maatschappij van de hooggeboren slijmerts, waar alleen plaats is voor meewaaiers en eigenheimers. Maar ik hoef er niet middenin. Ik speel de clown en ik probeer weg te zijn voor een eventuele total